We zijn 6 weken bezig geweest om hier een steiger neer te zetten. Ik weet alleen niet meer hoeveel kuub steigermateriaal er was, maar het was... het waren iets van 27 volle trailers met steigermateriaal. Wat dit project uniek maakt, is dat dit het eerste gebouw in Nederland is dat op basis van een BIM-model is aanbesteed. Dat betekent dat wij in een heel vroeg stadium alle gegevens van het gebouw op één centrale plek digitaal moeten opslaan, zodat de aannemer daarmee aan de slag kan. De voordelen van zo'n werkwijze is dat je samenwerkt met alle partijen. In een heel vroeg stadium kun je de complexiteit inzichtelijk maken. Het BIM-model dat was leidend. Er staat heel veel informatie in het 3D-model. Dus je hebt van de constructie kan je de sterkte, klasses en de dimensies heel goed zien. Maar ook op bouwkundig gebied was best wel veel uitgewerkt. En kan je voor mensen heel snel inzichtelijk maken hoe iets in elkaar zit. En het was voor onszelf ook heel prettig omdat er heel veel informatie in stond die je eruit kon halen. Ik zit nu toevallig dan net op een ander werk en daar is dat model minder goed. En dan denk ik, ja, dan mis ik het wel. Ja, eigenlijk de grootste uitdaging die we bij dit project hebben gehad, dat was de kleine bouwplaats. Er was heel weinig plek voor opslag, dus daardoor kwamen alle materialen just in time aan. Omdat de openbare weg en het bestaande pand vlak naast ons zaten, was het ook qua omgevingsveiligheid een uitdaging om ervoor te zorgen dat iedereen veilig langs ons kon komen en dat onze bouwmethodes daarop afgestemd waren. Ja, het was heel spannend of de spanten van het dak zouden gaan passen. Omdat je te maken hebt met bestaande bouw. Het spant wat bovenop het bestaande pand zit, dat is samengesteld. Die is uit meerdere delen is die daar neergezet. En bij het monteren van de spanten die daar tussen zijn gekomen, heb je eigenlijk een steeds grotere overspanning. En zie je dus ook op het dak dat de spanten steeds hoger worden. En zo zwaar dat ze ook uiteindelijk met 2 kranen getild moesten worden. Bijzonderheden qua techniek heb ik zeker meegemaakt dat we de aansluiting hebben gemaakt op de energiecentrale. Die zit in het Theo Thijshuis, Koonshamhuis. Een paar jaar geleden hebben ze 2 bronnen gemaakt. Een warmte- en een koude bron. Wat uiteindelijk een ondersteuning is voor de ketels, voor de verwarming. Maar aan de andere kant ook voor de koeling. Ja, daar hebben we deze 2 gebouwen op aangesloten. Dat is wel een spannende operatie om daarop aan te sluiten. We hebben eigenlijk 2 gebouwen, laagbouw en de hoogbouw. En daar blazen we verse lucht in, koude lucht of iets verwarmde lucht. En die wordt door het atrium heen wordt die weer afgezogen. Nou, qua temperatuur zijn de gebouwen rond de 21 graden. Dat kunnen mensen zelf instellen. Het atrium zelf is 1, 2 graden hoger, omdat de lucht wordt afgezogen via het atrium. Op het moment dat je dus op de 13e verdieping staat en je kijkt zo uit Amsterdam, heb je een prachtig uitzicht over heel Amsterdam. En ik had het wel zelf leuk gevonden als bouwkundig student om hier te studeren. Dus, maar het is leuk om dat voor anderen te doen, zeg maar. Ja.